ben jij Karel. Ja. Dan ben jij vandaag lid van het Bouwen Power Team. Yes. Top. Hey Karel. Ben jij goed in bouwen? Ja. Ja? Ja. En waar ben je dan heel goed in? Huizen bouwen. Huizen bouwen? Ja. En waarom? Omdat ze groot zijn en vaak zijn er ook machines en dat vind ik vaak zo cool. En heb je ooit al eens een keer een echt huis gebouwd? Echt niet, maar hier heb ik wel een nep huisje. Heb je dit helemaal zelf gebouwd? Ja. Oh, wauw zeg. Dus eigenlijk heb je in het kleine al eens een keer een huis gebouwd? Ja. En nu nog in het groot? Ja. En als je dan op een bouwplaats zou zijn, wat zou je dan heel vet vinden om daar te zien? De hijskraan en de graafmachine. Kijk, sorry, een noodoproep! Iemand heeft onze hulp nodig. Karel, snel instappen! Oké, Irma, kom maar door. Sorry, Karel, Irma hier. Help, er is een noodoproep binnengekomen. Op een vakantiepark bij de Utrechtse Heuvelrug wordt een nieuw chalet geplaatst. En die is al onderweg. En de uitvoerder, die is helemaal in paniek. En waarom? Ja, dat weet ik niet, want dat heb ik niet helemaal goed verstaan. Maar of jullie wel zo snel mogelijk die kant op kunnen gaan. Alsjeblieft, dankjewel. Volgens mij is onze hulp hard nodig. Ja. Gaan we erheen? Ja. Okidoki. Bouwen, Power. Gaat erop af. Woe! Sorry, wat een grote glijbaan. Ja, kijk, dit is nou echt een vakantiepark. Ja. Dat zie je meteen. Oké, maar waar gaan we op zoek naar de bouwplaats? Naar de receptie misschien. Oh, dat is een goed idee. Kom, gaan we bij de receptie vragen. Kijk, hier is het. Kom maar. Oh, hallo. Hi, goedemorgen. Ja. Oh, er zit gewoon niemand. Oké, wat willen we vragen, Karel? Waar is de bouwplaats waar we kunnen helpen? De bouwplaats? Ja. Waar chalet wordt gebracht? Ja. 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 Ja, ik kan het je laten zien. Hier plattegrond. Kijk, we zijn nu hier bij de receptie. We gaan een hele lange weg naar links. En dan bij de derde afslag gaan jullie weer naar links. Ik vind het wel een stukje lopen, hoor. Dus vanaf hier. Ja. En dan de derde afslag, hier moeten jullie zijn. Oh, kijk, echt zo'n kruisje, zoals altijd op de camping. Weet je precies waar je tent moet staan. Ja. Ja, en als jullie echt snel willen zijn, hier buiten links staat een skelter en een fiets. Die kunnen jullie pakken, zijn jullie nog sneller bij de bouwplaats. Oké. Gaan we doen. Gaan we doen. Succes. Ja. Nou, waar wacht je nog op dan? Ja. Maar je vergeet iets, hè? Ik heb de skelter. Neem jij de skelter? Oké, dan neem ik de fiets. Oké. Rechtsaf. Karel, we zijn nu, denk ik, op de helft. En moeten we straks naar een leuke kant. Zo! Ja, kan je even kijken waar we zo links of rechts moeten? Nee, dat kan ik niet zien. Ja, moet ik... Stop! Sorry! Ho! Oh. Oh, Ga mis. Ja. Oké. Okay. Ja. Weet u misschien waar de nieuwe chalets worden gebouwd? Oh, ik spreek Duits. Ah, wisten ze waar de nieuwe chalets gebouwd werden? Nee? Oké. Okay. Nou, we're going to look. Yes, thank you. Maar Duits is not so good. Kom, Karel. Kijk wat we hier hebben. Moet je kijken. Goeiedag. Kijk, we gaan de goede kant op. Kijk, sorry, ik denk dat we hem hebben gevonden. Ja. Kom maar. Ik denk dat we daarheen moeten. Hallo mevrouw. Hallo. U heeft onze hulp nodig, toch? Ja. Ja. Bouwpower staat klaar. Wat kunnen we doen? Ik ben hier echt al dagen aan het werk om het voor te bereiden dat het chalet komt. Maar ik ben mijn trouwring kwijt. Hij is hier ergens gevallen, maar ik weet dus niet waar. En voordat het chalet komt, moet ik hem echt terugvinden. En hoe laat komt dat chalet dan aan? Ja, over een paar uur al. Over een paar uur al, een chalet. Wow. Weet je wat een chalet is, Karel? Nee.
Een chalet is een heel groot huis. Kijk, die wordt hier dus neergezet. Oké, maar als de trouweling hier dan onder ligt, dan kan je hem nooit meer terugvinden. Ja. Wat gaan we dan doen, Karel? Scheppen, denk ik. Scheppen? Ja. Graven? Ja. Keihard graven? Ja. Oké, afgesproken. Super. Let's go. High five. Top, we gaan beginnen. Graven. En? Al iets gevonden? Nee. Ja, en Karel? Nee, niks gevonden. Oké, hoe gaan we dit oplossen? Metaaldetector. Dat is misschien een idee. Maar Karel, dat is een briljant idee. Oké, laten we het hele vakantiepark afgaan. Ja. Oké, hoe zit het met jouw talen? Kom maar, kom. Deze laten liggen. Ja, laat maar. Wie heeft er een metaaldetector? Om te lenen even. Heel even. Ja, heel even maar. Er zijn hier natuurlijk ook heel veel mensen op vakantie, dus misschien moeten we ook in verschillende talen praten. Toch? Ja, ik kan niet zo goed in verschillende talen praten. Nee? Wat, hoe zeg je jouw naam in het Duits bijvoorbeeld? Karel. Karel. Oké, mag ik hetzelfde even? Ik kan namelijk heel veel verschillende talen. Daar komt ie. Metaaldetector. Welke taal nu? Spaans. Spaans? Heeft er iemand een metaaldetector? Zeker, por favor. Metaaldetector. Iemand? Er reageert niemand. Volgens mij heeft niemand een metaaldetector. Engels. Ja. Zawa. Who has a metallic detector? Give it to me. Thank you, baby. Zet hem op de allerhardste stand. Ik kan niet in de podcast horen. Is dat die hard of niet? Ja. Zal ik hem even heel hard zetten? Nee. Metaaldetector. Heeft u misschien een metaaldetector? Nee? Yes. Wie heeft hier een metaaldetector? Goeiedag. Ik heb er één. Ik zal hem even pakken. Hoor je dat? Ja, het is een metaaldetector. Super, kom. Kijk, hier heb je hem. Je mag hem wel even lenen. Zo, super toch, ja? Karel? Ja. We hebben hem even niet nodig. Dankjewel, hè. We brengen hem straks weer terug. Ik zie jullie straks. Succes. Kom. We hebben een metaaldetector. Super. Ja. Bedankt voor die metaaldetector. Even kijken hoor, misschien ligt hij wel hier ergens in deze berg, hè? Hey, wacht, volgens mij zit hij hier ook in. Jij zit hier ook in. Hoe diep moet ik denk ik graven? Ik voel de trouwding. Wauw. Is dat... Wat is dat? Een munt. Dat is een munt. 1 euro. 1 euro. Dat is ook al knap. Ja, nou, bedankt, Karel. Bedankt. Dat is wel knap dat we dat hebben gevonden, hè? Ja. Hey, kijk, hij gaat af. Oké, graaf. Misschien ligt hij hier. Oh. Wat is dat? 1 euro. Weer een euro. Ja, maar geen trouwring. Nee, we zoeken de trouwring. Kom. Rustig. Als lopen die misschien voorbij die trouwring. Hé. Hij piept. Wat? Hij piept. Zou die dan niet onder deze steen liggen? Ja, dat kan. Hier piept die ergens. Oké, maar Karel, wat betekent dat, denk je? De trouwring is volgens mij gevonden. We moeten de steen optillen. Ja, dan moeten we de steen optillen. Oké, dan ga ik dat doen. Oké, ga ik proberen. En wat doe jij dan? Ik trek. En, komt er al beweging in? Nee. Sorry. Wacht even. Dit werkt niet, Karel. Nee. Wat moeten we nou doen? Een hijskraan, denk ik. Een hijskraan? Een hijskraan of een graafmachine. Een hijskraan? Zullen we die vragen dan? Kom.
Stop! 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 Kom, meneer! 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 Mogen we uw graafmachine lenen, want de trouwring is kwijt. Oh, jong toch. Die moeten we terugvinden, onder een steen. Kunt u die optillen? Ja hoor. Oké, ja, kom. Kom maar hierheen. Kom aan. Kom aan. Naar voren. Ja, naar links. Naar rechts. Super. Nog een stukje. Ja. Ja. Ja, dat gaat goed. Wow, kijk nou. Oh, ik hoop zo dat hij er ligt. Hens. Ja. Ja, dat is hem. Hebben we hem gevonden? Ja. Het is ons gewoon gelukt. Ja. We hebben de ring gevonden, helemaal onder het zand. Maar volgens mij ook net op tijd, want de chalet komt er bijna aan. We hebben hem gevonden. Ja. Fantastisch. Wat meen je niet? Hier zo, alsjeblieft. Dankjewel. Daar ben ik echt heel blij mee. Pauw heeft het weer gefixt. High five. Pauw heeft het gefixt hoor. Wauw, fantastisch. Kijk eens wat er aankomt. Die chalet komt eraan. We zijn echt net op tijd. Gelukkig maar. Zo. Zo. Ik vond het zo tof. Ja, vond je het leuk? Ja, en ik vond het goed dat we de ring nog net op tijd hadden gevonden. Net op tijd. En hey, trouwens, ja. Ik heb nog 2 euro. Dus we kunnen misschien nog lekker een ijsje halen. Zullen we dat doen?